Weer tijd voor een upgrade filmpje voor de nog altijd zeer populaire Traxxas Rustler 4x4, zowel de brushed als de brushless VXL versie, en dit keer gaat het over deze mooie maar ook wel prijzige stalen aandrijfassen. In het Engels de driveshafts, en daar heb je er dus 4 van in je autootje zitten. En die zijn echt nodig, zeker als je van plan bent grotere en zwaardere wielen te draaien, zoals Traxxas hun eigen sledgehammers. Erg mooie bandjes ja, maar als ze goed kunnen bijten, bijvoorbeeld op asfalt, dan heb je een hele grote kans dat je standaard plastic asjes er straks zo bij liggen. Niet helemaal de bedoeling dus, misschien een klein beetje te verwachten met zware wielen plastic asjes. Nou, tijd om te upgraden dus, en wij checken wat Traxxas daar zelf voor heeft liggen. Deze mooie stalen asjes dus, en dat zijn zogeheten Constant Velocity Driveshafts, afgekort als CVD's. Wat zoveel wil zeggen als dat de as op een constante snelheid de aandrijvingskracht over de gehele as blijft verplaatsen, ongeacht de variabele hoek in zijn twee gewrichten. Nou, genoeg werktuigbouwkunde, dit zijn ze dus, per 2 verpakt. En het gaat zelfs ook om 2 verschillende partnummers, 6851R voor de voorkant en 6852R voor de achterkant. De driveshaft is altijd gelijk, maar de stub axle of wielas is korter voor de voorwielen en langer achterop. Het zijn in elk geval hele mooie asjes om te zien. Zeer goed afgewerkt, met op elk gewricht en het telescopische middenstuk een nette, rubberen afdekking, in het zwart. Mag ook allemaal wel, want Traxxas rekent een lieve €80 voor de voorkant en nog een keer €80 voor de achterkant. Hier ligt dus voor €160 aan asjes te pronken. Nee, goedkoop zijn ze dus niet, nee. Zoals het hoort, en dus ook zoals verwacht, heeft deze CVD een kogelgewrichtje aan de stub-axle-kant en eentje aan de outdrive kant, met de traditionele crosspin door een buisje heen om de boel bij elkaar te houden en wat vet erop, netjes afgedekt door dat rubber jasje. Het is dus zoals gezegd een telescopische CVD met een gekartelde koppeling en dus ook door rubber beschermd. De CVD is gelukkig rebuildable, dus je kunt losse onderdeeltjes bestellen voor als je de stalen CVD kapot weet te krijgen. Zoals we net al zeiden zijn er dus 2 partnummers nodig, 6851R voor links en rechts voorkant en 6852R voor links en rechts achterkant. En dat verschil zit hem dus in de langere stub-axels voor de achterkant. Nou, en dan is het dus mooi even tijd om die dure asjes te gaan installeren in onze Rustler 4x4 VXL. En dat is hard nodig ook, want kijk, poef, zei dat plastic asje daar. Het vervangen is helemaal niet zo moeilijk trouwens, je haalt de wielen er natuurlijk eerst eventjes af en dan gebruik je voor het gemak even 2 platte schroevendraaiers om de hex wielmeenemer van de as los te wrikken. Die zit op een pinnetje vastgeklikt en die komt er dus zo vanaf. Dan haal je dat pinnetje uit de stub-axle. En dan zoek je het kleine schroefpinnetje wat het outdrive gedeelte van de plastic as aan de diff outdrive vastmaakt. Die draai je los, haal je eruit. En omdat het plastic asje ook telescopisch is, klap je hem dan makkelijk in en kun je hem zo uit het stuurblok trekken. Uitkijken voor het kleine teflon ringetje wat nog achter de wielmeenemer zat. En dit is dan je plastic as. En als, zoals hier de binnenlaag er mee komt, haal je die er vanaf en dan kan hij vervangen worden door de stalen CVD. De binnenste kogellager zet je dan over en dan kan de nieuwe as geïnstalleerd worden. De stub-axle duw je door het stuurblok heen en dan gaat hij aan deze kant zo op de diff-outdrive. Dan pak je je schroefpinnetje of je gebruikt de nieuwe die bij de CVD's geleverd worden. Zorg je dat de gaatjes van de outdrive en de as uitgelijnd zijn en dan draai je met het schroefpinnetje het outdrive gedeelte weer vast. Aan de stub-axle-kant plaats je als eerste dat teflon ringetje weer terug. Dan mag de stalen pin door de as, gevolgd door de wielmeenemer die je stevig op die pin vastklikt. Goed kijken dus dat de uitsparing van de wielmeenemer uitlijnt met die pin. Dan maken we nog even de toe-link opnieuw vast, want die hadden we losgehaald om de as makkelijk te kunnen vervangen. En dat is dan de installatie van de stalen CVD's. Dit was de voorkant, links en rechts zijn daarin natuurlijk hetzelfde, maar de installatie van de as op de achterkant is eigenlijk ook precies hetzelfde. Nou, uiteraard even kijken of alles soepeltjes wil draaien, in principe ook wel belangrijk. En daarmee is deze Rustler 4x4 VXL geüpgrade met Traxxas hun eigen stalen telescopische Constant Velocity Driveshafts. Het is een upgrade die sowieso geen kwaad kan, maar in elk geval noodzakelijk wordt als je grote en zware banden gaat draaien. Of gewoon echt keihard basht en jumpt. Of gewoon omdat je ze mooi vindt en het beste van het beste wilt. Kan natuurlijk ook. Wij zijn er in elk geval blij mee, zeker ook omdat wij zoals RC-blog lekker mogen uittesten. En dat gaan we zeker de rest van de zomer ook doen. Kijken of we ze kapot kunnen krijgen.